Nou Theo, daar gaan we. Ja, naar mijn werk. Lopend naar het werk. Gaan we doen. Deur even op slot. Ik hoop dat ik nog loop als ik 87 jaar ben. Waarom is wandelen naar je werk belangrijk? Nou, je bent in beweging en je kunt je hoofd leegmaken voordat je gaat werken. En je kunt je hoofd op de terugreis weer leegmaken voordat je weer lekker naar huis gaat. Ja, dus jij raadt het mensen aan? Ja, ik raad het zeker aan om wandelend, in elk geval bewegend, naar je werk te gaan. Maar nou is het voor iedereen natuurlijk niet dat het wandelen op 10 minuten afstand van het werk is. Nee, die mazzel heb ik wel. Maar je kunt natuurlijk wel gebruik maken van het feit dat je bijvoorbeeld met het OV komt. En waarom moet je recht voor de deur uitstappen? Omdat dat makkelijk is? Ja, precies. Maar of het gezond is, dat is weer wat anders. Je hebt de vaat er ook goed in. Oh, ja, dat hoor ik meer, dat ik hard loop. Waarom is er zo'n dag, wandel naar je werkdag? Nou, dat is door Wandelnet georganiseerd. Juist vanwege die gezondheid. En bovendien, als je wandelt, zie je veel meer van je omgeving. Nou regent het een klein beetje. Houdt jou dat nog tegen? Ja, als je binnen staat wel. Maar in Noorwegen hebben ze een heel mooi spreekwoord. Er bestaat geen slecht weer, maar wel slechte kleren. Daar die paraplu. Bijvoorbeeld. Ik ben alweer op mijn werk. Werk ze. Dankjewel, jullie ook. Doeg. Tot ziens. Doei.